Volgens de historische bronnen heeft Jezus Christus ongeveer 2000 jaar geleden geleefd. De waardevolle boodschapper met de superieure eigenschappen van onze Heer, die met de eeuwige hemelse leven is beloond en die de ware religie heeft gebracht wat vandaag de dag wordt geleefd, heeft in werkelijkheid een degeneratie gehad en is in feite aangepast. De openbaring van onze Heer in de Bijbel aan Jezus is nominaal op dezelfde manier, maar de werkelijkheid is nergens meer te vinden. Een verscheidenheid van christelijke bronnen heeft met de tijd verschillende vervormingen gehad. Het is vandaag de dag voor ons niet mogelijk om informatie uit deze bronnen te verstrekken. De enige bron waar we precieze informatie over Jezus Christus kunnen verkrijgen is uit de Koran, wat onze Heer heeft beloofd om tot aan de dag des oordeels te beschermen. In de Koran wordt de geboorte van de profeet Jezus, zijn leven, voorbeelden van gebeurtenissen die tijdens deze periode zullen plaatsvinden, de status van de mensen om zich heen en over vele andere onderwerpen verteld. Er wordt met meerdere voorbeelden verteld hoe Jezus Christus het boodschap van het geloof aan de Joden overbracht. Onze Heer vertelt ons in Sura Ali Imran: Ik zoek toevlucht bij Allah van de vervloekte duivel. Ik kom tot u met een teken van uw Heer bevestigen wat voor mij was, namelijk de Torah, en om u iets van wat u was verboden toe te staan. Vrees daarom Allah en gehoorzaam mij. Voorzeker, Allah is mijn Heer en uw Heer. Aanbid hem, daarom, dit is het rechte pad. Het merendeel van de Joden heeft niet gereageerd op deze uitnodiging van Jezus, alleen een klein deel van apostelen. De aanwezigheid van deze vertrouwelijke gelovigen worden in de Koran geopenbaard als: Ik zoek toevlucht bij Allah van de vervloekte duivel. Toen Jezus hun ongeloof bemerkte, zeide hij: Wie zullen mijn helpers zijn ter wille van Allah? De discipelen antwoordden: Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven in Allah. En getuigt gij dat wij moslims zijn. Onze Heer, wij geloven in hetgeen gij hebt geopenbaard en volgen deze boodschapper. Schrijf als onder hen die getuigen.